Beren lijken groot en gevaarlijk. Maar ik ben niet bang voor beren. Ik ga ze zien in het echt. Beren zijn meestal bang voor mensen. Als een beer dreigend op je afloopt, is dat vaak bluf. Maar als hij toch aanvalt, vecht terug. 4 weken gaan we waar de wind ons brengt. Naar de beren. We zijn er, we zijn er, we zijn er. Welke zou van ons zijn? Heb je daar in Nederland geen groot rijbewijs voor nodig? Oké, jongens, hou je vast. Het avontuur kan beginnen. We zijn toch iets groter dan ik dacht. Los Angeles? Los Angeles? Ik zeg, we gaan naar de beren. Chauffeur? De meeste stemmen gelden, Jip. LA! Beren! Beren! LA! Hilde! In de touwen zeg ik je toch! Pap? Wil je het alsjeblieft voor me overnemen? Wat is een paniekaanval? Ik durf het ook niet, Jip. Lieverd, je kan het echt wel. Nee, Har, ik doe het niet. De expeditie is afgelopen. Een berenjong heeft na 4 jaar zijn vader, moeder en zusjes niet meer nodig. Mam, mijn telefoon is weg. En Jip is er ook niet. Jip! Jip! Eddington National Park, are you? Jongens, we gaan erachteraan. Kan ik met jullie mee naar National Park? Wat nou als ze rechtsaf zijn geslagen? Fijne vakantie nog. Zijn jullie helemaal gek geworden? Hey, what do you mean she's gone? What? No. Ik ga je niet op je zitten wachten. Ma'am, we recommend you stay here at the gas station. You really like bears, don't you? Papa! Bears don't kill me. Bears love me.